Hey mensen, daar ben ik weer, Patrick hier. Ik ben een beetje geïrriteerd vandaag. Ik denk, ik gebruik die geïrriteerde energie. Gebruik ik eens even lekker om even mijn mening te geven over bepaalde dingen. Dus we hebben een colaatje erbij. Ik heb een nieuwe vlogplek gevonden buiten. Communicatie, de terrasdames, dat gezegd. De politie en filmpjes en objectiviteit. Daar wil ik het even over hebben. Dus blijf hangen. Communiceren mensen is echt een vak, hè. Alle problemen op de wereld ontstaan omdat er gewoon slecht gecommuniceerd wordt. Kan je nog wel herinneren, je zat vroeger op de basisschool, dan had je zo'n kringgesprek. En dan werd er aan de ene kant van de kring werd er iets in de oren gefluisterd. En dat werd dan doorgegeven naar de andere kant. De juffrouw heeft een rode jurk. En dan aan het einde van de rit kwam eruit dat de meester heeft een bruine trui. Dat soort gekkigheid. Ik vraag me dan wel eens af, waren er toen al kutkinderen die gewoon de boel zaten te naaien en denken van, haha, ik zeg gewoon wat anders. Communicatie, dat is een beetje de rode draad in dit verhaal. We kennen allemaal wel het verhaal van de terrasmeisjes. En die krijgen nu hun eigen soap, zeg maar. En we hebben allemaal de situatie gezien. Als je onder een steen heeft en nog niet hebt gezien, ik link alles waar ik het vandaag over heb, link ik onder de video. Twee dames op een terras, iemand filmt ze en er zit daarachter nog een gezin met een vent die ze een beetje loopt te sarren en uit te dagen. Een van de dames die klaagt bij het personeel omdat er een haartje zit in hun eten en blijkbaar was er iets in de toon wat die vent naast haar, diegene kon daar niet tegen of zo. Wat mij gelijk opvalt in de reacties op die video is dat iedereen eigenlijk meedoet met de twee pesters, noem ik ze even. Die vent die filmt en die man die zeg maar zich ermee bemoeit. Want hij bemoeit zich ergens mee, maar die zich eigenlijk niet mee hoeft te bemoeien. Kan je wel een mening hebben, maar ik heb zelf in de horeca gewerkt. Een haartje in je soep of een haartje op je brood. Je houdt ook niet van een broodje schaamhaar, om het maar even te overdrijven. Zeg maar, ik bedoel, oké, ik had vroeger ook, ik had altijd vroeger zoiets van, je kan bij mij op het randje van mijn bord schijten, het doet me geen moer, ik eet toch wel. Bij de horeca is dat natuurlijk not done. En dat die dames dan vervolgens komen met een of andere soap bij RTV Noord-Holland of zo, dat is gewoon, die wijven hebben gewoon een beetje zelfspot. We zullen onszelf een beetje te kakken zetten, want iedereen die riep toch al dat er een of andere soap van ons zou komen. En eigenlijk maken ze gewoon gebruik van de faam die ze nu een beetje krijgen. Ik bedoel, aandacht is aandacht, ja toch? En als je er een beetje plakken aan kan verdienen, dan moet je dat gewoon doen. Dus ja, ik ben voor de dames. Het is toevallig dat politiegeweld en dat soort dingen, en dat is een beetje trending tegenwoordig in Nederland. Allemaal natuurlijk door de dood van die ene man. En toevallig is dat in Amerika ook een beetje gaande. Alleen is het daar gewoon een stuk extremer. Iedereen heeft maar commentaar op die politie. Die agenten die doen ook maar hun werk. En het valt niet mee als je meemaakt wat zij meemaken elke dag. Het lijkt mij best zwaar. Ik heb heel erg veel respect voor agenten en voor militairen. Ik vind dat een beetje superhumans. Even verplaatsen, er kwam een vent, een soort een zuiplap, die kwam even in mijn buurt zitten en die ging een beetje tegen zichzelf lullen. Dus ik denk, ik verplaats even. Maar dat we zeiden, waar was ik? Ja, militairen en politieagenten, dat zijn gewoon een beetje superhumans. Wat die continu scherp moeten zijn. En ik vind het gewoon heel erg respectvol werk. Maar wat ik nou wilde zeggen over die filmpjes. Je mist gewoon een stuk van de informatie in zo'n filmpje. Dus je kan niet oordelen op wat je ziet. Want je ziet nooit wat er daarna, wat er voor is gebeurd. Wat eraan vooraf ging. Want iemand besluit gewoon uiteindelijk om te filmen. Omdat er in hun ogen iets geks gebeurt. Ik ben gewoon van mening dat als we dan even bij de politie houden. Als er iemand bijvoorbeeld inbreekt. Dan vind ik best wel dat je die mensen een paar stompen mag verkopen. Dat is mijn persoonlijke extreme mening. Geloof niet alles wat je ziet. Laat ik daarmee eindigen. En probeer een beetje objectief te blijven. Als jij wil zien hoe de politie hun werk doet. Dan
wil ik je graag doorverwijzen naar een kanaal. En dat heet Pro247. En dat is een politiekanaal op YouTube van Rotterdam Oost. En die mensen die filmen, die hebben een GoPro op hun borst hangen. Zodat jij kan zien hoe zij hun werk doen. Ik vind het erg stoer. Dus nou, daar wou ik het bij laten. Mensen, tabé. Oh, trouwens, ik wou nog zeggen. Ik vind trouwens ook wel dat, dat we maar een beetje Amerikaans zouden moeten gaan worden hier. En dat die agenten maar wat sneller hun wapen mogen trekken. Als ze tot arresteren overgaan. Misschien dat er dan wat sneller geluisterd wordt. En wat minder verzet wordt gepleegd bij arrestaties. Dan vallen er ook minder gewonden, zou je denken. Maar vergeet deze video trouwens niet te liken en te delen. Hè? Ik wil ook wel een beetje aandacht. Ik wil eigenlijk ook mijn eigen reality show. En bekend worden met niets doen. Want dan kan ik misschien nog een hoop geld aan verdienen. Daarbij.